Triatleet Dirk dwong vorige week in Japan een selectie af voor de Ironman in Hawaii. Op zich al bewonderenswaardig, maar als je weet dat Dirk tot 3 jaar geleden een nachtcafé runde en duchtig meedronk en rookte, dan is zijn verhaal pas echt bijzonder. Drie jaar geleden runde ik een nachtcafé in Arendonk. Zo'n 4,5 jaar geleden heb ik een weddenschap afgesloten op een zotte morgen om een kwart triathlon uit te lopen. Op dat moment rookte ik veel, dronk ik en nu is mijn levensstijl helemaal veranderd. Drie jaar geleden heb ik samen met Dirk een wedstrijd gedaan in Viersel, een kwart triathlon. Ik heb hem wat advies gegeven hoe dat hij moest werken en zo. En op een lange duur wou we dan een halve doen en dan een hele. En ik heb hem daarmee geholpen. En nu doet hij zelfs al een hele vlotjes uit eigenlijk. En zelfs geplaatst voor Hawaii. Dus ik zeg ja, dat is plezant werken met zo iemand. Hij is heel gedreven, heel gemotiveerd. Toen ik begon bij triathlon, dus na mijn eerste kwart triathlon die ik uitgelopen heb, toen voelde ik van, deze is iets voor mij. Dit is het gewoon. Dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik dat echt voelde van, deze moet ik doen. In Japan ben ik daar 17e geëindigd van 1000 deelnemers. En in mijn leeftijdscategorie ben ik eerste geworden. Doordat ik beginnen trainen ben voor triathlon, was ik ook op zoek naar de voeding dat me het meeste energie zou geven. En kwam ik terecht bij macrobiotiek. Mijn leven is helemaal veranderd. Eerst en vooral omdat ik dan met die sport begon. Door die sport heb ik de microbiotiek leren kennen of anders leren omgaan met voeding. Vroeger als cafébaas at ik alles. En nu dat ik triathlon doe, is mijn voedingspatroon helemaal veranderd en eet ik veel meer volwaardige voeding. En dat geeft me energie en vitaliteit. En de power om Ironmans te lopen. Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik gerookt en gedronken heb en plezier gemaakt heb, like elke gezonde jonge mensen, denk ik. Misschien dat me dat nu zelfs sterk maakt. Mijn volgende grote doel nu is, nu dat ik me gekwalificeerd heb om de wedstrijd Ironman Hawaii uit te lopen natuurlijk, op een deftige manier. Twee grote doelen zijn eigenlijk professioneel mijn eigen bezighouden met triathlon de komende jaren en aantonen dat topsport mogelijk is op een natuurlijke manier. Op een macrobiotische natuurlijke manier zonder sportdrank en suikers. Ik ben aardig op weg.